Door verschillende kijkers van mijn kanaal ben ik gevraagd om advies rondom energiecontracten en wat ze nu het beste kunnen doen. Nou, velen van jullie zullen het wel weten, maar ik geef nooit energieadvies eh, één op één. Als in dat ik zeg van je moet bij die energieleverancier gaan. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste is het heel erg afhankelijk van de eigen situatie thuis. Hè, de woning, energieverbruik, heb je wel of geen zonnepanelen enzovoort. En het is ook nog eens een keer, eh, het schuurt tegen financieel advies aan wat ik vanuit mijn... ...functie in de financiële sector niet mag geven. Vandaar dat ik dat altijd een beetje uit de weg ga. Nou, Mensen die, die hebben eigenlijk van oudsher gebruik gemaakt van vergelijkingswebsites... ...zoals je hier ook ziet, bijvoorbeeld gaslicht.com, bekende website. Onafhankelijke energievergelijker staat er ook zo mooi boven... ...maar ze zijn niet de enige hoor, independer, dat is een, een, een andere. Nou, Er zijn eigenlijk twee problemen met dit soort vergelijkingssites... En dat zal ik wel eventjes laten zien. Nou ten eerste hier, het staat hier ook boven net, de onafhankelijke energievergelijker. Maar dat is uh, relatief. Uh, ze zijn onafhankelijk, maar als jij als energieleverancier niet wilt betalen om op deze website te staan, dan sta je er gewoon niet tussen. Je kunt hier wel een vergelijking maken, maar niet alle spelers zitten altijd in de vergelijking. Want sommige, energie, uh, sommige energieleveranciers die zijn een gedeelte van het jaar uh, zichtbaar. En dan kunnen ze besluiten, we stoppen ermee. Want we hebben genoeg nieuwe klanten. Of ja, er zijn van allerlei redenen voor waarom dat een uh, bedrijf zich terugtrekt. Toen we een aantal jaren terug uh, die enorme stijging van de energietarieven hadden, toen hebben we zelfs een periode gehad dat er. Eigenlijk zo goed als helemaal geen enkele energieleverancier op een vergelijkingswebsite stond. Dat was een hele vreemde periode. Maar dat is dus het eerste nadeel van dit soort vergelijkingssites. Uh, ze geven geen volledig beeld over de markt. En dan het andere, en dat kan ik het beste laten zien bij Independent. Als je hier gaat kijken, tarieven, maakt mij niet uit. Dat is wat ik nu heb gekozen. Vaste tarieven of variabele tarieven. Maar ja, degene die hier natuurlijk mist, en dat zie je al meteen, dat is de dynamische tarieven. Dynamische tarieven worden hier niet aangeboden. Ik heb niet echt een heel duidelijk beeld waarom dat zo is, maar het zou mij niet verbazen als dat ermee te maken heeft dat de dynamische energieleveranciers. Um, ja, in feite hebben zij geen enkel risico. Want er zit op elke kilowattuur en elke kubus gas die je bij hen afneemt, zit een kleine marge op. Die krijgen ze uitgekeerd. Dat is hun, uh, hun winst of hun marge die ze kunnen maken. Um, dus uh, ik heb ook het idee dat zij helemaal niet. Uh, hoe zeg je dat? Dat zij helemaal niet adverteren op dit soort vergelijkingswebsites. Omdat namelijk, ja, er kan quote-quote geen vast tarief worden aangeboden. Dat zullen we dadelijk zien dat dat wel een beetje kan. Uh, maar ik vermoed dat het ermee te maken heeft dat ze dit gewoon niet doen. Uh, het lijkt er een beetje op alsof dat de goedkoopste producten die, die hoeven niet te adverteren. Nou is dat ook relatief, hè. Zelfs de Action maakt nou reclame op tv. Wie had dat ooit gedacht dat ze dat nodig zouden hebben? Maar ja, ze staan hier gewoon niet tussen. Dus ook hier geldt weer, zelfs al zou alle energieleveranciers er tussen staan, dan kom je nog steeds een, uh, een, een tarieftekort, namelijk het dynamische tarief. Maar zoals je hier ziet, die dynamische uh, aanbieders die missen dus. Nou zou je kunnen zeggen van, hé, hey, maar dat is toch raar, want Frank Energy die staat hier tussen, dat is toch een bekende uh, dynamische aanbieder. <laughs> ja, dat klopt. Maar als je dan hier gaat kijken, uitsluitend via Parijsvergelijkers bieden we ook een variabel contract uh, af, of aan. Dus dat is ook weer niet een dynamisch contract zoals je dat zou verwachten. Het is echt daadwerkelijk een variabel contract. Dus waarom die dynamische contracten niet tussen staan, geen idee. Maar ze missen wel. En dat maakt het vergelijken heel erg lastig. Omdat stiekem best wat mensen toch interesse hebben in dynamische contracten en wat dat voor hen zou kunnen betekenen. Nou zijn er gelukkig wel websites waar je dit wel kunt zien. Uh, en uh, uh, niet alleen dat, ze geven ook nog wat andere details. Ik, ik noem altijd dit: dit zijn de vergelijkingswebsites waar je je postcode en een huisnummer invoert. En je krijgt allemaal blokjes met aanbieders te zien met prijzen in euro's. Maar je hebt ook andere vergelijkingswebsites waar voornamelijk tabellen op staan. En die laatste dat zijn persoonlijk mijn favorieten. Uh, want daar kun je heel makkelijk in vergelijken zonder dat je ja, maar moet geloven dat wat de website zegt ook daadwerkelijk klopt. Nou, om te beginnen. Uh, hier, uh, energievergelijk.nl is zo'n website en die hebben een aantal dingen die je, zover ik weet, op heel weinig andere plekken kunt vinden. Namelijk een overzicht van de energieleveranciers met terugleverkosten. Nou, heel actueel onderwerp voor mensen met zonnepanelen. Uh, van de bron is er destijds mee begonnen, die staat hier ook op één. Maar je ziet dat er ondertussen al 11 energieleveranciers zijn waar terugleverkosten worden gerekend. Maar... De ene set terugleverkosten, dat is niet hetzelfde als de andere. Daar zit per energieleverancier verschil tussen. En deze website laat dat heel mooi zien. Kijk altijd, want deze gegevens die je nu op mijn video ziet, die zijn per definitie gedateerd. Hieronder staat altijd wanneer de lijst voor het laatst is bijgewerkt. Hier 5, 3, 20, 24. Dat is bij de opname van deze video twee dagen geleden. Nou, als we dan hier bijvoorbeeld naar Van de Bron gaan, dan zien we hoe dat de staffeling plaatsvindt. En dan staat er ook onder, hè, totale teruglevering aan het net, ongeacht stroomverbruik bedragen inclusief BTW. Daar staat dus ook nog eens een keer expliciet vermeld hoe dat je deze tabel moet lezen. Nou, dan staan hier de terugleveringskosten per maand. En dan bij budgetenergie heb je weer andere staffels. En hier staat onder elke keer vermeld hoe dat je deze tabel moet lezen. Kijk, en hier Green Choice die heeft gewoon één tarief. En zo zie je dat er toch stiekem zelfs bij de energieleveranciers die wel terugleveringskosten hanteren grote verschillen zitten tussen het aanbod. Vergelijk daar dus ook op. En daar zijn dit soort pagina's ideaal voor met tabellen. Ik zal de linkjes naar deze pagina's wel onder de video even vermelden. Dan kun je het zelf eens goed bekijken. Maar kijk hier dus goed naar, want dit kan heel veel impact hebben op je jaarlijkse energieafrekening. Ook hier weer afhankelijk van hoeveel zonnepanelen je hebt enzovoort maar dit is dus een hele lijst uh, loop die ook eens gerust door ik scroll het er want ik zeg al het is per definitie gedateerd als je deze video ziet kijk altijd naar de website zoals die nu online staat en dan hier helemaal onderaan is ook belangrijk energieleveranciers zonder terugleverkosten ja, die hebben we ook nog steeds hier een overzicht, Essent in Eco Vattenfall energie direct, delta pure, energie clean energie en, heel belangrijk alle dynamische leveranciers en daar komen we zo op terug Dynamische leveranciers doen vooralsnog helemaal niks met terugleveringskosten. Ik zou eigenlijk ook niet weten waarom, omdat bij hen eigenlijk zo goed als alles in de prijs verdisconteerd zit. Als er op stroomprijs op een bepaald moment heel weinig waard is, dan krijg je ook heel weinig terugleververgoeding. Dus daar zit geen hefboomwerking in. Um, en ook hier staat weer wanneer de lijst voor het laatst is bijgewerkt, ook hier weer 5.3.2024. Het is een hele handige pagina als je zonnepanelen hebt. Hoe zit het met de terugleverkosten per energieleverancier? Nou, daarnaast, we hadden het net al even over de dynamische energiecontracten. Een andere pagina, ook van energievergelijk.nl, is het wisselend vaste termijnbedrag. Dynamische energieleverancier: iedereen snapt hoe het werkt. Uh, Kilowattuurprijs is per uur verschillend. De q-prijs voor het gas die wisselt elke dag. Maar. Het is wel verschillend per energieleverancier van een dynamisch contract hoe de facturering plaatsvindt. Bijvoorbeeld als je hier gaat kijken naar ANWB en Energy, die, heeft, die berekent een vast voorschot op basis van je jaarverbruik. Daar betaal je dus, ondanks dat je een dynamisch contract hebt, elke maand hetzelfde bedrag. En aan het einde van het jaar wordt er gesetteld: heb je te weinig betaald, betaal je bij, heb je te veel betaald, krijg je terug een beetje zoals bij vaste en variabele contracten ook gebruikelijk was. Andere energieleveranciers, bijvoorbeeld zoals Easy Energy doet of Coolblue Energy, dat is variabel achteraf op basis van het maandverbruik. Dus heb jij in een maand heel weinig energie verbruikt, dan betaal je maar weinig. En heb je de maand erop meegebruikt, betaal je meer. Dus je hebt elke maand een ander bedrag. Dat vinden sommige mensen heel vervelend. Ik zelf vind het heel prettig, want dan betaal je dus achteraf alleen maar precies voor datgene wat je hebt afgenomen. Niet meer en niet minder. En dat vind ik zelf wel prettig, want persoonlijk, energieleveranciers die werken met vaste voorschotten, terwijl het een dynamische energieleverancier is, die spelen eigenlijk een klein beetje voor bank. Um, en dat vind ik toch altijd een beetje gevaarlijk. Ik wil dat het gewoon elke maand gesetteld wordt. Dat lijkt mij het ideaalbeeld. Nou, dat kan dus. Maar dat zie je dus in deze tabel per energieleverancier van dynamische contracten vermeld staan. Ook dit is weer hele makkelijke informatie. Handige informatie als je dynamische energieleveranciers met elkaar wilt vergelijken. Want het dynamische tarief, het kale tarief, is bij elke dynamische aanbieder hetzelfde. Dat is gewoon de Apex marktprijs. Maar de facturering scheelt. En, dat is ook nog eens belangrijk... De opslagkosten. Dat bestaat uit een aantal, uh, aantal zaken. Zo heb je de vaste kosten per maand. Wat kost het om bij een energieleverancier klant te zijn? Nou, je ziet dat is dus ook bij elke energieleverancier een ander bedrag. Dat kan dus ook lonen om daar goed naar te kijken. Wat het kost het? Dan hebben we nog de inkoopkosten per kilowattuur. Dus hoeveel cent wordt er boven op de kale kilowattuurprijs gezet... door de betreffende energieleverancier? En dan zie je dat er best veel verschil in zit. Bijvoorbeeld, ik, ik pik ze er random uit. Dit is, dit is gewoon random. ANB Energy die vraagt 4,8 cent per kilowattuur... wat er bovenop wordt gezet. Terwijl bijvoorbeeld een Eneco maar 2,2 cent vraagt. Frank Energy zelfs maar 1,8. Dus daar zit heel veel verschil tussen. Als jij... Bijvoorbeeld veel stroom afneemt uh, uh, per jaar, dan kan dit wel eens een verschil worden, wat je ook daadwerkelijk gaat terugzien in uh, bedragen waar het de moeite waard is. Hetzelfde geldt voor de inkoopkosten per kubus gas. Hier All in Power 9 cent. Maar bijvoorbeeld uh, hier Easy Energy, die vraagt er zelfs 14 cent voor, terwijl Energie van ons maar 5,9 cent in uh, inkoopkosten vraagt per kubus gas. Dat is dus heel belangrijk om te beseffen dat dat dus per energieleverancier scheelt. Je kunt je gas en je stroom ook al zit je aan alle twee de kanten dynamisch bij twee verschillende energieleveranciers onderbrengen. Dat kan. Let er dan wel op met die vaste kosten per maand hoe dat dat berekend wordt. Is dat per product of als je een set van twee producten pakt? Meestal is het per product. En ook hier weer wanneer is het het laatst gecontroleerd? Hier 1 maart 2024. Dus dat is belangrijk om even in gedachten te houden. Hier staat het ook, hè, de genoemde vaste kosten gelden per component, dus stroom en gas apart. Voorbeeld, bij Frank Energy betaal je voor stroom en gas dus 2 keer 7,01 euro. Oftewel 14,02 euro per maand aan vaste abonnementskosten als je ben gas en stroom tegelijk afneemt. Dus daar is best wel wat leuks mee te doen als je daar een beetje goed naar kijkt. Nou, even een korte video tussendoor. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Maak gebruik van deze tabellen en zorg ervoor dat je... Goed nadenkt wat heb ik nodig en welke energieleverancier is voor mij onder de streep de meest gunstige keuze. Mocht er dan nog vragen of opmerkingen zijn, laat het onder deze video even weten. Behalve als je energieadvies wil, dat kan ik helaas niet geven. Uh, Anderen wellicht wel, maar ik in ieder geval niet. Maar maak hier gebruik van. Uh, dank jullie wel voor de aandacht.